Goedemorgen, het is vandaag zaterdag, toch? Ja, zaterdag, het is 12 uur en ik heb net Sander naar huis gebracht. Hij verwacht vanmiddag nog pakketjes. Hij heeft namelijk een heel dart honk gemaakt in de schuur achter. Dat is wel grappig. Dus hij had een dart, hoe heet zo'n ding? Een dartbord, jezus. Een dartbord gekocht. Spotjes, zodat dat erboven kon. Hij had met zijn vader helemaal dingen gemaakt. Weet ik het allemaal. Van die pijlen. Nou, helemaal leuk. Dus hij moest naar huis. En ik moest hem dus nu naar huis brengen. Want hij verwacht zijn pakketje tussen 1 en 3. En ik verwacht mijn pakketje tussen 1 en 3. Vandaar. Vandaag is a good day. It's a good day vandaag. Helemaal zin in. Ik heb namelijk gisteren een nieuwe mobiel besteld. Ik was namelijk een paar dagen geleden, volgens mij 2 dagen geleden, donderdag, even bij Mar. En die moeder had dus een nieuwe iPhone 11. Dus toen zei ze dat. En toen dacht ik, oh my god. Dus ik zei, oh, mag ik even zien en zo. Toen ging ik even kijken en vergelijken. Ik heb namelijk nu de iPhone 7 Plus. En die heb ik al heel lang. Of nou ja, heel lang. Weet ik veel, 2,5 jaar of zo. Ik weet het ook allemaal niet. Maar hij ziet er echt nog perfect uit. Geen krasje, helemaal niks. Maar goed, toen gingen we hem dus vergelijken. En ik had hem zo naast mijn mobiel gelegd. En eigenlijk is hij gewoon, nou ja, hij is iets groter. En zeg maar wat hier wit is, dat is dan bij de iPhone 11 gewoon een en al scherm. Dus hij is wel qua scherm groter. En toen dacht ik, dit is top, want qua formaat vind ik het wel gewoon fijn. Nou ja, toen ging ik dus een beetje op internet kijken. En toen zag ik dus ook een lila versie. En toen dacht ik, oh my god, die moet ik hebben. Dus toen dacht ik, nou ja, hè. We gaan er gewoon voor. Dus ik heb deze op Insta en zo allemaal gezet dat ik hem verkoop. Met al mijn hoesjes erbij. En hij is dus ook gisteren gelijk verkocht. Dus ik heb hem erop gezet en hij is gelijk verkocht. Ik heb ook gelijk de iPhone 11 besteld en die komt dus straks binnen. Dus die gaan we lekker op een boxje. En ik ga hem ook gelijk helemaal ready maken. Zodat deze in de fabriek stand kan en weg kan. En er komt nog een Zara pakketje binnen. En ook nog een heel groot pakket van Xenos. Maar dat is voor een samenwerking. Want ik heb een samenwerking met Xenos. En dat is heel erg leuk. Dus dat komt allemaal in een apart video. Nu kun je best wel goed een beetje die roze waas zien. Ik had dus gisteren een beetje mijn haar roze geverfd-achtig. En dat gaat na 10 spoelingen eruit. Maar ik vond het eigenlijk best wel heel erg tegenvallen. Omdat het dus bijna niet zichtbaar is. Maar op zich, je ziet wel een beetje wat. Maar ik ga daar gewoon vaker mee wassen. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik wacht voor pakketjes. En oh, maar dat kijk ik heel donker dit. Dit is echt wario. Bizar. Het is ook al de hele dag aan het regenen en zo. Ik ga zo ook even mijn kamer opruimen. Ik heb die allemaal neergepleurd. Dat wil ik zo eigenlijk nog even doen. Dus ja, het is nu eigenlijk wachten op mijn pakketje. Eigenlijk wilde ik vandaag gaan tie-dyeën, maar ik ga dat toch een andere keer doen. Want nu wil ik gewoon bezig met mijn pakketje straks. Vooral met mijn mobiel. Ik denk dat ik daar even helemaal, ja, best wel lang mee bezig ben. Dus tie-dyeën, dat ga ik nog in een andere vlog doen. Vanavond ga ik trouwens bij Lies eten. Want als moet ik koken hier thuis. Niet dat dat erg is of zo, maar dat is gewoon chill. En ik mocht daar wel eten. Dus vanavond ga ik naar Lies. Maar ik kan daar niet vloggen, want zij hoeft ook niet in beeld. Dus ik denk dat dit niet een hele lange vlog wordt. Maar goed, ik ga nu mijn kamer opruimen. Zo, en het is weer zo goed als opgeruimd. Ik wil komende begin van de volgende week, dus maandag of zo, heel mijn kamer ook echt weer qua laadje zo allemaal opruimen. Dus dat ga ik ook nog in een aparte vlog doen. Ik wil het ook allemaal in bakjes gaan indelen, maar voor nu is het grote werk opgeruimd. Ik heb ook trouwens deze. Dit was dus mijn favoriete geur. Die Scrub & Rub line van een meisje die een beauty salon heeft. Beauty salon Uniek Ommen. Deze shower foam had ik daarvan gekregen. En ook nog wat andere dingen. Maar ik heb hem dus nu al een paar keer gebruikt. Tijdens het douchen. En hij is super chill. Dus echt een aanrader. Echt voor moederdag ook deze. En dan vooral de Magical Line. Dat is dus deze roze. Dus dat is de tip van mij. Ik ga nu... Mijn haar is trouwens echt super zacht. Omdat ik het gisteren had gewassen. En ik wil ook gewoon weer mijn uitgroeien zo. Laat verven. Maar dat kan natuurlijk allemaal niet. Maar goed. We hebben wel... Wat ergens in de wereld.
Ik ga nu lekker wachten op mijn pakketjes, want ik kan niet wachten. Ik heb de vlog geëdit en ingepland, de thumbnail gemaakt, dus dat is top. En ik blijf kijken naar mijn haar, want op zich vind ik het wel echt heel erg leuk. Maar ik ga het gewoon vaker wassen met dat spul en dan wordt het vanzelf wel echt roze. Ik heb trouwens te leuke sokken aan. En ze glimmen. Kijk, sparkling sokken. En ik heb er ook een kortingscode nog van. Ik zal hem even in beeld doen. Ik draag trouwens nu echt een mega simpel outfitje. Gewoon dit topje is van volgens mij Chiquelle. Gewoon een legging en dan mijn sokken. Ja! Dit is zo lekker. Deze is lekker groot. Lekker. Trouwens, ik kreeg ook nog wat vragen hoe het met Ukkie gaat. Maar Ukkie had een gebroken poot. Super zielig. Maar je hoeft pas eigenlijk naar een dierenarts met een hamster. Dat had ik helemaal opgezocht. Want ik dacht, oh wat zielig. Als het een open botbreuk is. En dat kun je voelen en zien. Dus dat had ik gedaan. En het enige wat je dus kon doen. Is alles waar hij op kon klimmen eruit halen uit het hok. En melk geven. Tenzij ze diarree kreeg, dan moest dat melk eruit. Nou, dat heb ik dus ook allemaal gedaan. En hij vindt melk echt de bom. Hij vindt dat zo lekker. En het gaat nu weer goed met Ukkie. Hij heeft nu geen gebroken poot meer. Het is ongeveer 2 weken heeft het geduurd. En nu is het genezen. Dus ik kon bijna alles er eigenlijk ook alweer in doen. Kijk. Het is nu een beetje een rotzooi, want hij heeft echt een rotzooi van gemaakt. Maar dit kon er allemaal gewoon weer in. En melk vindt hij echt heel erg lekker. Dus ja, dat mogen ze gewoon hebben als ze maar geen diarree krijgen. En die moet je om de 2 uur verversen. En hij kan ook gewoon weer lopen. Dus dit en zo had ik er ook allemaal uitgehaald. Gewoon zo. Zodat hij niet erop kon en gewoon niet kon klimmen. En echt puur moest rusten. Maar nu is het allemaal weer goed met Ukkie. En ja. Nou, ik probeer hem wakker te maken. Maar ik zie dat hij echt helemaal slaapt. Dus ik laat hem wel lekker slapen. Ik ga even wat werkdingetjes doen op de laptop. En nog steeds wacht ik op mijn pakketjes. Oh, ik kan gewoon niet wachten. Gisteren hadden dus Sander en ik een pubquiz gedaan. Het was zo grappig. Want de eerste die we deden, we wisten echt geen ene drol. Het was echt zo'n algemene kennis voor ouderen. En we wisten gewoon niks. Dus toen op een gegeven moment gingen we zo'n andere doen. En daar wisten we best wel veel van. Dus dat was wel heel grappig. En ik had gewonnen. En dus op een gegeven moment gingen we wijntjes doen, shotjes doen en zo. En toen... Ja, was het wel gezellig. Maar ik heb eigenlijk nergens last van. Ik ben helemaal niet bang. Vanavond ga ik ook weer wat drankjes doen. Dat heb ik wel echt gemist de laatste tijd hoor. Want dat heb ik nog totaal niet gedaan. Maar goed. Oh, ze gaan naar de buren. Ik hoop dat ze daarna wel hier komen. Als het goed is, 3 pakketjes in 1 keer. Ook die Xenos pakket. Oh, het komt. En het is heel veel. Hij heeft helemaal zo'n pak. Oké, dan gaan we. Kijk, dit komt gewoon nog meer aan. De bezorging moet gewoon een paar keer weer. Oh my god. Dit was het hoor. De pakketjes. We gaan het allemaal openmaken. Die grote doos kan ik helaas nog niet openmaken. Want dat is voor samenwerking met Xenos. Voor hun kanaal. Ik ben helemaal buiten adem. Dat komt op hun YouTube kanaal. Maar dat is wel binnen en ik kan niet wachten om het open te maken. Maar goed, dat kunnen we helaas niet in de vlog laten zien. Ik heb hier mijn mobiel, die gaan we als laatste doen. Dan heb ik hier, volgens mij is dit de Zara. Oh ja, het staat hier. Ik heb daar namelijk een superleuke body besteld in het zwart. Maar deze sluit heel erg mooi hier aan. En ja, hij is wel laag, dus je moet hier geen BH onder dragen. Maar wel echt mega mooi. Dus deze, en die was 12,95 in de maat S. Dan... Ik ben dus ambassadeur van Glow Glam. Glam Glow. Jeetje. En daar krijg ik altijd een box van. Maar ik wist niet dat ik er nu alweer in kreeg. Ik heb eigenlijk geen idee wanneer die samenwerking
tot zijn einde loopt. Maar goed. Die man van PostNL zei ook gewoon, zo, mijn halve bus is leeg. Ik gewoon, sorry. Kijk, er zitten 3 producten in zo'n grote box. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar goed, ik heb deze weer opnieuw gekregen. Dit zijn hele chille sheet masks van Glam Glow. Ik zeg dit Glow Glam, maar dat is een hashtag. Dan heb ik hier de Super Serum. Die heb ik ook al. Volgens mij al 2 keer gehad. Oh nee, deze heb ik helemaal niet. Oh, dit is een andere. Oh, chill. Een nieuwe. Ziet er echt super mooi uit. En ik hou van serums. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet eigenlijk. Wow, hij is een beetje paars. Oeh, wel heel chill. Kijk. Gewoon een serum. En hij ruikt een beetje naar pepermunt. Het is wel heel chill. Hij voelt wel heel zacht. Dus die. En super matte clearing. Een masker. Maar ik weet even niet uit mijn hoofd welke dit is. Modder masker. Even kijken. Oeh, die heb ik eigenlijk ook nog niet. Chill. Er zijn een paar dingen die ik nog niet heb. Dus deze modder masker. En dit is gewoon echt een grijzig prutje voor een masker dus. Dus die 3 items heb ik van Glam Glow. En dat is de doos van Xenos, maar helaas kan die nog niet opengemaakt worden. En dan gaan we nu naar mijn mobiel. Oké, ik heb even de... Ik ben helemaal buiten adem. Hoe heet dat? Karton is er allemaal weggegooid. En nu kan ik... Oh. Mijn mobiel unboxen. Oh my god. Ja, kijk nou. Kijk dit kleurtje, hoe pretty. Ik ga nu dit plastic eraf halen. Ik zou zeggen, geniet. Ik ben zo blij mee. Het is net zoals mijn nagels. Ja, kijk nou hoe mooi. Ik kan me echt niet voorstellen dat dit nu mijn mobiel is. Ik moet zo gaan wennen dat deze geen knop heeft. Kijk nou. Hoe pretty. Oké, dit is de iPhone 7 Plus die ik heb. En dit is mijn nieuwe mobiel. Oké, ik ga het afhalen. Kijk nou hoe mooi. Dit vind ik zo mooi. Oké, ik ga het nu allemaal even installeren. En dan gaat deze in de fabriekstand. Ik ga even al mijn vrienden appen dat ze me even niet kunnen appen. Wacht, wat zit er trouwens nog meer bij in? Yes, een laderblokje. Een nieuwe lader. En oordopjes. En het lijkt op AirPods, maar het zijn gewoon normale oordopjes. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Dan heb ik die in ieder geval ook weer. En ik ben zo blij met deze kleur. Het is echt prachtig. Oké, ik ga het even helemaal fixen. Kijk, nu kun je wel goed het verschil zien. De 7 Plus is wel qua mobiel iets groter. Maar dit is gewoon een heel groot scherm. En dat vind ik echt heel erg mooi. En ik ben heel erg benieuwd of ik last ga hebben van dat we geen knop meer hebben. Wow, dit gaat mega easy. Je kan gewoon naast elkaar houden. Wordt gewoon allemaal overgezet. Dat wist ik echt niet. Oh my god, ik moet gewoon 2 uur wachten. Ik hoop het toch niet, want ik ga straks naar Lies. Daar heb ik geen tijd voor, shit. Nou, in de tussentijd wacht ik en eet ik lekker nog wat sojabonen met zout. Zo lekker. Nou jongens, hij doet het. Ik ben zo blij met het kleurtje, die lila. Ik heb dus ook verschillende hoesjes nog besteld, maar die komen nog binnen. Dus eigenlijk durf ik hem nu niet te gebruiken, omdat ik nog geen hoesje heb. En dat moest wel van mijn ouders, maar sorry, ik ga geen 50 euro betalen voor een hoesje. Dus misschien dat ik het toch maar even gewoon ga doen, want ik ben echt bang dat ik hem laat vallen. Dus ik denk dat ik het toch maar even ga doen. Oh, 50 euro, maar goed. Ik ga nu deze oude resetten. En het heeft dus ongeveer nu een uurtje geduurd. En ik ben al helemaal gewend aan dat hij geen knop heeft. En hij, alles is ook gewoon letterlijk overgezet. Alles, mijn achtergrond, alles. Dus helemaal blij mee. Ik ga er nu nog een beetje mee spelen en gewoon alles mooi indelen. Want ik wil het helemaal even anders. Maar goed, ik ben er echt mega blij mee. En gewoon dit kleurtje echt top. Dus deze gaat resetten en dan schoonmaken en in de doosje. En dan wordt hij morgen opgehaald. Want ik had hem dus al in 1 dag verkocht. Echt bizar. En ik had ook mega veel interesses. Mensen die geïnteresseerd waren. Dus dat is echt, had ik echt niet verwacht. Maar goed. Ik ga trouwens nu ook gelijk de vlog afsluiten. Ik ga zo namelijk dus naar Lies even wat eten.
Heel gezellig, want ik mag daar dan even wat eten. En nou ja, zij hoeft ook niet in beeld. Dus ja, verder ga ik ook niks doen. Dus ik dacht, ik sluit gewoon alvast de vlog af. Ik weet niet of die heel boeiend is geworden, want zoveel heb ik niet gedaan. Alleen een pakketje opengemaakt en verder heb ik eigenlijk geen reet gedaan. En geëdit, maar oké. Maar goed, er komen meer vlogs aan, hè. Dus helemaal zin in. Ja, ik ga nog mijn kamer opruimen. Alles indelen in van die bakjes. Ik ga nog mijn Nike sokken tie-dyen. Dus er komt nog genoeg aan. Ook nog een ASOS of ASOS shoplog. Dus dat komt er ook nog allemaal aan. Laat me even weten wat jullie van deze dagelijkse vlog vonden. Vlogs allemaal vonden. Dit was nou mijn testperiode. Dit weekje. Ik denk dat ik het wel ga doorzetten. Want ik vind het echt mega leuk. En ik heb voor altijd ook wel iets qua content wat ik erin kan doen. Dus het is dus niet een beetje saai. Ik heb altijd wel wat te doen of zo. Ja, misschien vinden jullie het wel saai. Maar goed, jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Maar goed, laat me even weten wat jullie nog van mij willen weten of willen zien. Q&A vragen of weet ik veel, een schoenenstash of whatever. Laat het allemaal weten. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie tot de volgende video.